kunnen we laten horen wat een stukje chocola emotioneel met je doet? Het antwoord op die vraag ligt besloten in de hersenen. In je hersenen heb je allemaal zenuwcellen en die communiceren of praten met elkaar. En dat praten doen ze met elektrische pulsjes. Wie chocola eet, heeft een sterk verhoogde activiteit in verschillende gebieden van de hersenen. Maak je nu een hersenscan terwijl iemand chocola eet, dan zie je een kleurenpalet aan activiteit in verschillende delen van de hersenen. We zien ook verschillende bewegingen van de hersengolven, bijna als tonen op bladmuziek. Met al deze data gaan we naar componiste Iris Hond. Chocola kan je echt raken op een bepaalde manier en dat kan muziek natuurlijk ook. Dus als je die twee samenvoegt, dat is wel heel spannend. Hier zie je zeg maar waar de bron van de activiteit plaatsvindt. Dat is dat rode deel hier over het brein. En wat we nou zagen is dat verschillende soorten chocola eigenlijk een verschil in reactie geven. 5 chocoladesmaken geven dus 5 verschillende hersenscans. En zo krijgt elke smaak een eigen compositie.